Als jullie deze liedje horen, dit is toch geniaal, dit liedje. Wat ik al dacht, ging toch gebeuren. En ik had gisteren natuurlijk gezegd, maar ik vergeet dat zo vaak. Twee leuke reacties van jullie gehad over deze symbolen. Wat jullie daar zien. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Jusvat, zoals iedereen weet. Ik heb mijn haarband even afgedaan, maar die ligt hier op mij. Dat is Kanya. Hey, goedemorgen, goedenavond. Hey. Die komt ineens onverwachts bij me zitten. Om mijn schoot te springen. Hé, jongen. Ja. Hey. Ja, wat ik al zei, vlog van gisteren, dat ik even wil proberen wakker te worden. En zo op te blijven voor een slaapritme. En toen kwam Kanya ineens bij me. En ik dacht, weet je, ik ga proberen wakker te blijven. Want dan heb ik meer wat slaapritme voor te werken. En hij gaat ineens weg. Hieronder door. Ja, en footsie was die. Maar ja, ik zit lekker YouTube te kijken nog hier erbij. Even lekker relaxed. Mijn voeten liggen achter, hier achter mij. Zit. Oh wacht, die wil ik even weg hebben. Allemaal wc-papier rollen. En daarop heb ik mijn voeten weer erop. Dus ik leg mijn voeten op de wc-papier achterin. Wacht, ik kan het misschien even laten zien. Helemaal achterin, daar zo. Leg mijn voeten dan op. En lekker relaxen maar. Ja. Nou, dat is typisch mijn houding. Zo zit ik dan. Dat is gewoon lekker relaxed, toch? Ja, dit is wel lekker chill. Lekker niks. Even achter de computer, even mijn haarband op losgedaan. Soms is het irritant om er even in te houden. Je voelt het inderdaad. Voor meisjes of vrouwen weten hoe het voelt. En dan zit ik lekker achter de computer. Lekker relaxen. Te kijken wat... Oh ja, tablet zou ik opnieuw aan doen. Volgens mij is je opnieuw opgestart. Zoals jullie vlog gegeven hebben, zou ik dat doen. Ik ga nu even kijken of die nou beter doet. Tablet wordt opgestart. Oké. Nou, dan wordt dadelijk kijken dus. Nu kan het niet. Maar ja. Nogmaals, leuk dat je weer kijkt naar deze vlog. En we gaan een leuke dag van maken. En al is het nu. Als het even tijd komt om beeld daar of zo. Kan ik even kijken hoe laat het is. Ik denk half. Ja, bijna half. Bijna half drie alweer. En ik ben nog wakker. Even lekker zen. Ja, even een keer lekker. Maar ja, laten we hem nu even opstarten maar. Misschien dadelijk even een bakje koffie. Probeer het wakker te blijven. We gaan het zien. Als jullie deze liedje horen, dit is toch geniaal, dit liedje. Van Squid Games. Ik heb de alle afleveringen gekeken. Ik ben zo benieuwd trouwens. Wat de tweede aflevering is. En het is nu alweer 3 uur geweest. Zeg ik alvast bij. En dit vind ik een lekkere deuntje. Echt bizar leuk. Tuut, 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 tuut. Queen, na, 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 na. Tuut, tuut. Ah, dit deuntje vind ik geniaal van de Squid Games. Denk dat hij vast wel herkenbaar is. Wat ik al dacht, ging toch gebeuren. Dat ik eigenlijk ga slapen. Het is nu al 12:30 geweest. Als ik goed heb, nu lekker radiotje aan. Als je aan wilt. Ja, oké, dat is mooi. Even de dingen opruimen en wel. En lekker gewoon slapen. Maar ik baal er wel van. Ik had het al. Ik ben bang dat ik. Nou, ik moet het zien. Maar ik ben bang dat ik slaapritme verpest heb. Maar ja, we gaan het zien. In ieder geval even lekker wakker worden. Met een bakje koffie. Ik ga sowieso 1 bak koffie maar drinken. En dan zie ik voor de rest wel wat gaat gebeuren. En ik ga in ieder geval lekker wakker worden. Lekker aangekant. En dan nu een lekker bakje pleurig voor goede humeur. Ik heb nog een kopje bij mijn computer staan, zie ik. Ik moet alleen nog even opruimen.
En wil iemand eten natuurlijk, ja. Zo, wat ga ik doen? Neem die mee. Zo, met een kopje erbij. Hoppakee, in één keer. Ik kan het allebei tegelijk doen. Wat ik dan met het kopje doe, ga ik omspoelen. Doe ik altijd trouwens. Nou, altijd. Ik probeer altijd te doen, maar ik wil zeggen. Zo, dat is ook weer gebeurd. En ik weet toevallig dat ik nu mijn koffiewater moet vullen, omdat die op was. En die ga ik dan ook nu niet meer vullen. Tussentijd gooi ik een nieuw koffiefilter erbij. En zet ik even nieuw water neer. En Gaia die zit er mouwen omdat hij eten wilt. Komt zo aan jongen. Eerst even deze water vullen. Zo, water gevuld. Laten we die even lekker lopen. En nu maar even broekjes klaarmaken voor Gaia. Want die zit ook wat te mouwen. Als een gek. Hé Gaia. Jij hebt honger hè? Ja. Dat is wel handig, want ik heb altijd bij mijn keuken nou statiefjes werking nu. Dus, mijn broek zit erin. Gaat lopen. Lopen. Oh, die weet echt soms echt ondeugend die is. Alsjeblieft jongen. En dan ga ik nu naar mijn koffie. Om lekker te drinken, te klaar te maken. En zo te horen is hij klaar. Ik hoef alleen nog volgens mij op de knopje te drukken. En dan heb ik koffie. Hoppakee. Klaar is Kees. En nu maar wachten tot hij klaar is. Dan zet ik melk lekker erin. En ik had gisteren een wasje gedraaid om alleen vergeten haar uit te rijden. Ja, ook slim. Maar ja, eerst even lekker een bakje koffie drinken. Om een beetje wakker te worden. Ik ben wel wakker, maar actief te zijn. Dus let's go. Lekker een bakje blur te maken. En klaar is Kees alweer. Nee, niet Kees. Klaar is Sander dan. Ja, dat kan je beter zeggen. Ja, en nu maar lekker drinken. En lekker editen achterop. Al is het nu bijna 3 uur. Ga ik even lekker een bakje koffie zetten. En ik had gisteren natuurlijk gezegd, maar ik vergeet dat zo vaak. Eigenlijk nog kwark. Ja, misschien dat ik zit te twijfelen tussen brood en kwark. Maar ik denk dat ik toch wel voor kwark. Voor het brood ga. En ik moet alleen nog een plankje hebben, maar het ligt daar zo. Kom ik zo bij jullie terug. Nou, dan heb ik hier een plankje. En die gaan we dan even lekker brood opmaken. Want ik heb nog wel lekkere dingen in de koelkast liggen, wat ik kan eten. En wat ik wel merk is dat ik eigenlijk vandaag wel handig is om kastjes schoon te maken, en ze meuren best wel, vind ik. Dus ik ga eerst even lekker eten, koffie zetten en dan als ik tijd voor heb en niet vergeet, eigenlijk kastjes te doen. In ieder geval deze week in ieder geval, want het moet ook even gebeuren om even alles schoon te maken. Vind ik wel belangrijk namelijk, dat alles schoon is. Ik zeg het zo makkelijk, maar te doen is een probleem bij mij, altijd. Ja. Mes moet ik hebben. En wat lekkers. Zo, ik heb 2 stukjes. 2 dingen. Wat ik denk van ja, dan wil ik op brood hebben. Dat zijn eigenlijk kip curry. En ik neem paté. Dat lijkt me wel lekker. Ja, oké. Okay. Ik weet hoe ik het moet doen. Ik zal even kijken van hoe ik hem neerleggen dan. Als ik nou iets heb. Maar ja, dat komt goed. Ik heb al een oplossing. En dan ga ik nu maar lekker een broodje maken. Oh, ik ben niet zo echt de ochtendeter. En ik hoor dit al vaak van andere mensen. Ik dacht, dan denk ik echt zo van, yes, gelukkig. Ik ben niet de enigste. Want anders heb ik echt het gevoel van, dat ik slecht ook weer niet zeggen, maar dan denk ik van, oh, ja,
Shit. En nu. Maar en dan heb ik nu nog paté. En elke keer dan vraag ik F8 en soms vind ik het echt irritant. Maar dan moet je. Maar dan moet ik me mee leven, vind ik. Dat Gaia vaak zit te mouwen als ik aan het eten maken ben. Maar ja, het is niet anders. Wat ik al zei, daar moet ik mee leven. En zo zijn huisdieren gewoon. Paté, werk het mee. Hé, hey, eruit. En ik zou lekker wie is er morgen is te kijken, wat is het spanning. Voor mensen die het afvragen, wat is het? Wie is de mol? Ja, ik denk dat vast wel bekend is. Algemeen. Nee, Ganja, je krijgt geen eten. En dan heb ik al een lekker broodje gesmeerd. En wel. Alleen dan terug in de verpakking. En dan klaarmaken om lekker een bakje koffie te drinken. En dan smullen maar. Bakje koffie. Nog even. Dus dat ga ik ook nog doen. En dan ben ik klaar met alles. Oh, deze gezicht moet jullie zien. Kijk dan. Ja? Ja? Wat wil je vertellen? Nee, ik krijg niks. Nee. Mijn eten. Die even daarbij leggen. Nee, het eten is niet van jou. Het eten is van mij. Mij. Oh, boefie toch. Wat ben je toch een lieve token. Dat ben je wel hoor. Ja, ik ben een lieverd. Nee, ik krijg geen eten. Je hebt al gehad. En dan maar lekker een bakje koffie en dan laat ik hem lekker zo staan maar. Want ik ga gewoon lekker een bakje zetten. En dan lekker genieten van deze dag. Lekker relaxed dag. De ene laatste relaxed dag. Nou, laatste ook niet, maar... bedoel me te zeggen van dat ik morgen moet werken weer. Voor jullie ben ik wel aan het werk, als jullie al kijken. Maar ja, lekker bakje koffie. Bakje plug, voor goede mug. Wat ik elke dag zeg. Dat is echt mijn, ja, Haags eigenlijk gezegd. Bakje plug is echt de Haagse taal. Ja, dat weten jullie vast wel. En dat vind ik gewoon leuk om te zeggen. Bakje plug, voor goede mug. Voor geen gezag. Dat vind ik ook wel een beetje leuk om te zeggen. En voor geen gedrag. Ja, ik hou van Haags praten, want... Ik heb het al eerder gezegd, ik blijf een beetje af en toe misschien herhalen, hè, maar ik vind het gewoon leuk om te zeggen. Mijn vader heeft in Den Haag gewoond. Mijn opa ook, die eigenlijk overleden is. En... Oh! Dat had ik moeten zien. Oh, dat had ik moeten zien. Hij stond zo net in mijn hoge pootjes, dat hij zo bij me eet. Zag zo geniaal en zo naar achter. Zag er zo geniaal uit. Oh, die kan ik, oh ja toch. Echt een mallet, die doet echt alles voor eten gewoon, die kan ja. Maar ik was met over Den Haag natuurlijk. Mijn opa en oma komen uit Den Haag. In principe mijn oma in Zeeland. En nou. Dat is ook een mooi gebied. Heel vroeger ben ik heen geweest. Voor privé reden ga ik gewoon van mezelf houden. En in Leeuwarden ben ik wel eens geweest. Maar Goes, Zeeland in Goes ben ik een keer geweest. Goes is een heel mooie stad. Vind ik zelf. Maar ook, ja, vond ik wel in ieder geval. En ik vond het wel leuk om daar te kijken. En daar te zijn een keer. En het grappigste is, ik zeg het ineens... En toen hoorde ik eens dat mijn opa en oma daar zijn getrouwd. Nou, hoe raar is dat? Om dat te horen. Maar, ik vreet alleen mijn broodje. Wauw. Zo, dan kan je dat je te focussen hier achter me. Oh, ik vind het nog geen mooi plaatje met de pootjes omhoog. Maar ja, ik ga lekker eten. Lekker broodje. Broodje paté en broodje kip curry. Ik ga daar lekker van eten. Ik heb al trek. En ik heb lekker broodje op. En ik ben teruggekomen. Ik heb 2 leuke reacties van jullie gehad. Over deze symbolen, wat jullie daar zien.
één reactie. Dat vond ik geniaal. Vind ik leuk om te lezen. Dat het een betekent dat Feyenoord kampioen wordt, als ik goed heb. Oh, ik ga even kijken voor zekerheid op mijn telefoon. Want volgens mij zei dat iemand. Dit vond ik wel geniaal om dat te horen. Ik lees alle reacties altijd. En ik ga toevallig even kijken. Die symbolen betekent dat Feyenoord kampioen wordt. Ja, ik had dus toch gelijk. Dus die symbolen zeggen iemand dat inderdaad Feyenoord kampioen wordt. Maar en toen kreeg ik een andere reactie van iemand. Want dat betekent... Die symbolen betekenen volle maan en een halve maan. Dus wat ik al dacht, dus dat betekent dat vandaag halve maan komt. En dan betekent deze trouwens zon. Nee, oké, niet. Nou, in ieder geval volle maan en dan hele maan. Volle maan en halve maan. Ja, dat. Dat dus. Nou, leuk dat jullie er reageren op. Vind ik hartstikke leuk. En ik probeer het zo leuk mogelijk ook te maken. Maar ik vind het leuk dat één iemand zei dat het over voetbal gaat. Geniaal. Superleuk. Ik heb het ik shout-out naar hem die dat zei. Maar dus vandaag komt er een halve maan nu tevoorschijn. Dus dat betekent dat. Dus 9 januari. Wauw. Ja. Nou, leuk dat jullie daar reageren. Ik ga nu even lekker nog eens YouTube kijken. En dan wachten mijn vlog klaar is. Die moet nog 3 kwartier in de render. En dan is het klaar in de render. En dan kan ik hem inplannen. Tussentijd dat ik mijn vlog aan het kijken ben en mijn eigen vlog aan het terugkijken ben, zie ik er gewoon te bedenken om eigenlijk hele kast schoon te maken hier zo. Want anders komt er gewoon echt niks van. En... blijft het vies en gaat het vies ruiken. Dus ik pak even mijn statief. En dan gaan we dat even boenen. Ja, ik wil dat even gedaan te hebben. Anders blijf ik aan de gang. Ik zal alleen even bedenken hoe ik het ga doen. Eerst onder of boven. Sowieso koelkast meepakken. Kan gelijk kijken of in de koelkast wat vies is. Weet je, let's go. Gebeurt en wel, en even kijken dat het niet ingezoomd is. Nee. En het was even lekker heerlijk. En ja, hier staat de sopjes staan nog steeds. Lekker even alles schoongemaakt. Kastjes hier zo. Alleen de koelkast even niet. Ik dacht, weet je, doen we wel een andere keer. En nu gaan we maar even lekker relaxen. En kun je kijken hoe laat het is? Over een kwartiertje krijg jij eten. Over 10 minuten, ja? Om het even lekker om eigenlijk schoon te maken hier zo en wel. En ja, ik vond afwas vond ik nog niet nodig, maar ik heb zoveel hopige dingen gedaan. Maar hoop, het is wel wat klus. Maar ik kan even kijken hoe hier staat. Nou, er ziet ook voldoende allemaal uit. Allemaal op orde, allemaal heel veel dingen. En
Nou, ik vind de rest al een beetje op orde. Alleen een beetje. Alleen tussen deze moet nog even terug in geconstateerd worden. Kerstboom die nog opgeruimd moet worden. Misschien alleen even die tafel, maar dit doe ik misschien wel even na eten. Dat ik even ga kijken van wat kan weg en wat kan blijven. Dus daar ga ik ook even naar kijken. En dan nu even eerst daar kan je eten geven. En relax achter de computer. Ik zat te denken, maandag hebben we geen voedingsgeld gehad. We krijgen elke maandag een voedingsgeld. Maar die hebben we niet gehad. Dus die ga ik nu eigenlijk halen. Dus dat ga ik nu maar even doen. Mijn voedingsgeld halen. Ja. Zo. Au, dat was mijn elleboog. In ieder geval, ik ben nu thuis gekomen en ik ga zo klaarmaken om te eten. Gaia heeft eten gehad. En ik heb lekker wat kastjes opgeruimd, zoals jullie hebben gezien. Dat was, is ook lekker gebeurd. Alleen, deze kan trouwens weg. Oh, zo. Hele water weg. Ik denk vast allemaal viezigheid. Ik zal er ook een bolooi hebben voor gemaakt heb. Maar ja, ik ga even nu even denken, de was opnieuw aanzetten. Is misschien zonder van deze tabletten. Deze. Maar ik vind het nodig. Zo, stap ik gewoon tussen. Zet ik aan. En dan wasverzachter erin. En doe ik een kort wasje maar. Want ik heb al heel goed gewassen natuurlijk. Niet zo hard om zo te zeggen. Maar is het normaal voor mij weer altijd. Ik heb het eerder over gehad. Als hij klaar is met eten, geeft hij nog altijd nog een klein moutje. Maar waarom? Geen flauw idee. Durf ik echt niet te zeggen. Ik doe wel 30. Wel wat eruit. En dan klaar. En als het goed is, 35 minuten. Dus over een half uurtje. En dan is het klaar. In ieder geval nu even YouTube kijken, mijn eigen vlog. En dan ga ik eten maken. En ik hoorde dat mijn was klaar is. Dus die ga ik deze keer gelijk even maar ophangen. Want anders duurt het te lang, anders laat ik weer liggen natuurlijk. Dus die gaan we even eruit halen. En dan in de wasman doen. Ja, wacht. Dus blijf staan. Ja, zo. Deze man doen. Dus dat gaan we nu ook doen. Ruikt in ieder geval nu lekker. Maar wat ik ook ga doen is deze dingetje hier onderin, jullie kunnen het net niet zien, maar ook even schoonmaken. Want kijk, hier zit allemaal viezigheid. Allemaal viezigheid hier zo. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Ja, nu al beter zo. Kijk dan, hoe vies. Die ga ik ook maar even een keer schoonmaken. En deze bedoel ik. Putje maar even schoonmaken. Doe ik zo meteen. Maar eerst even deze was ophangen. En dat is ook weer gebeurd. Oh, wat ga ik lekker zo. Heerlijk. Voor power. Voor mijn kracht. Ja, fout. Wat ik ook nu ga doen is even maar eten maken. Want het is precies 6 uur. Ik wou net zeggen. Het is 6 uur. Wow, sorry. Dat ik al ervoor stond. Maar ja, even lekker alles schoongemaakt. Kastjes. Kastjes. Die kast die daar staat. Want ik vond het al raar ruiken, maar... Ja, nee, nou ruik je niet meer. Ik vond het altijd zo apart geur ruiken. Maar daarom is het ook belangrijk dat je af en toe schoon moet, want er is zo veel geur die erop komt. Wat ik wou doen is pannenkoek maken. Ga ik even een bord pakken. En een bordje heb ik nou al gepakt. Heel snel, ik had toveren. Ik wil het niet weten. Nou ja, grapje. Pannenkoek maar lekker klaarmaken. Met al mijn kaas erop en eraan. Dus dat ga ik doen. Dat is even lekker om dat keer te eten. Dus ik ga lekker pannenkoek eten. En dan YouTube kijken maar. Dus lekker. Dus zit die tijd dan dat mijn pannenkoek in de magnetron zit. Die wil ik even laten zien. Daarvan ik een beetje eigenlijk aan haar irriteer. Dus deze plankje zit zo wiebel. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Maar er moet iets tegenaan gezet worden, maar ik weet niet wat. Maar ja, dan ga ik even op oplossing verzoeken. Maar dat komt kwijt. En
En ik hoor dat mijn pannenkoek klaar is. Ga ik hem er even uithalen. Zo. Want hier ruikt lekker altijd. Die kruiden vind ik altijd lekker ruiken. Als ik die pannenkoek heb gebakken. Opgewarmd heb. Wauw. Ook lekker wasje opgevouwen zoals jullie al hadden gezien. Maar ik ga lekker nu eten. Achter mijn tablet YouTube kijken. Wat ik bijna elke dag doe eigenlijk in principe. En dan ga ik nu maar lekker eten. Dus dat ga ik nu ook doen. Achter mijn tablet. YouTube kijken, anders zit mijn vlog nog in de render. Moet ik nog zo even wachten. En daarna moet ik nog wat anders bij doen. Maar ga ik nu lekker eten met YouTube te kijken bij. Ik zit lekker vlog te editen en ik zie dat een van mijn batterijen hier goed opgeladen is. Die kan uitvallen, maar morgen heb ik als het goed is wel een nieuwe goede batterij. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, ik wil hierbij vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het super tof zijn als je hier beneden even abonneert. En zeg ik alvast veel kijkplezier, gewoon een nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij, laters! Zoals jullie gezien hebben, ik ben heel lang met deze pan bezig. Ik ben heel lang met deze pan. Ik zit even lekker via tablet, wie is de mol te kijken. Ik ben trouwens, mijn eten is net klaar. Maar ik ben zo benieuwd wie de mol is.